van harte welkom op deze eerste uitzending van het nieuwe jaar bij Meis op Zondag. Vandaag bij mij aan tafel Desiree van Warmerdam, componiste en muzikus, en Geert van Ossewaarde, ja, concertmakelaar. Daar hebben we het straks nog wel even over. En zoals gewoonlijk hebben we live muziek, deze keer van het trio Bestevaar. En in dat trio zit onder andere Desiree van Warmerdam, een duizendpoot, en Jeroen de Jong bariton. Nee, Jeroen Manders bariton en Jeroen de Jong saxofoon. Van harte welkom, Geert en Dankjewel, Jeanette. En Desiree. Dankjewel. Jullie zijn de oprichter van de Stichting Thematische Concerten. Ja. En omdat het dit jaar 350 jaar geleden is dat de Vrede van Breda hier op het kasteel in Breda is getekend, hebben jullie een heel bijzonder concert georganiseerd. Vertel even over hoe lang die stichting eigenlijk bestaat. Geert. Oh, dankjewel. Ja. Die bestaat nu eigenlijk 2,5 jaar. Is opgericht nadat de film Michiel de Ruiter, waar ik een hele leuke rol in gespeeld heb, ben ik s'avonds thuisgekomen tegen Desiree gezegd, wauw, dit is gaaf zeg, in een film spelen. Dat was al zoiets moois. Bekende Nederlanders, heel veel discipline in zo'n dure film, want het is de duurste film die ooit gemaakt is. Dat is en de film waar Frank Lammers. De hoofdrol speelt. Michiel de Ruiter speelt. Michiel de Ruiter speelt, ja. Dus ik heb dat tegen Desiree verteld. En ik zei, ja, je moet een keer een dag mee met mij, want dat is zoiets moois. En toen heeft Desiree gebeld naar de figuratie en hadden ze alleen maar mannen nodig. Nou, zei Desiree, dat is geen probleem. Dan regelen we dat ik er als een man uitzie. En we zijn toen daar naartoe gegaan. Alleen maar om te proeven hoe mooi het is om in zo'n film mee te kunnen spelen. Ja. En toen hebben we gezegd, wij beginnen met een stichting en die heet Thematische Concerten. Ja, maar nu ga je wel heel erg vlug. En dan beginnen wij nu met de stichting Thematische Concerten. Dat is maar, bedoel, jullie concertmakelaar, dat heeft er vast iets mee te maken. Want een makelaar verkoopt huizen en jij verkoopt dus muziek. Ja, zo kun je de het wel zeggen. De muziek van deze jouw partner. Ja, dat klopt. Ik had tegen Desiree, die maakt zulke mooie muziek. Ik zei, nou, die moet verkocht worden. En we hebben dat ook echt de daad bij het woord gevoegd. Zij heeft een prachtige compositie geschreven, dat is Paletten van Gogh. Ja, maar dus daar ga ik dan nu even naar Desiree toe, want het is zo fijn dat ik jullie de hele tijd aan tafel heb. Dus kan ik het gewoon afwisselen. Desiree, jij was dus al met thematische concerten eigenlijk bezig. Of was het toevallig één onderwerp, omdat toen Van Gogh in de belangstelling stond in dat jaar? Nou, ik ben altijd wel een beetje thematisch bezig geweest. Ik ben altijd wel heel gefascineerd geweest, ook door plekken waar ik regelmatig kwam. Ik heb bijvoorbeeld heel veel op het Fort Sabina rondgesjouwd. Daar heb ik ook een aantal composities voor geschreven. Het Fort? Sabina, bij Willemstad. Ja, ik laat mij inspireren door mijn omgeving. En ja, soms zijn dat dingen die mij triggeren en daar ga ik mezelf in verdiepen en dan maak ik daar een compositie over. Mijn eerste stuk is bijvoorbeeld Pfaueninsel. Dat is een eilandje in de Waanzee bij Berlijn. Dus dat is, vind ik, eigenlijk ook al een thematisch dingetje. Nou wil ik toch iets meer van jou weten. Desiree van Warmerdam en dan zie ik muzikus en componiste. Je hebt fluit gestudeerd aan het conservatorium in Tilburg. In Tilburg. Maar dat componeren, waar komt dat vandaan? En straks speel je in het trio en dan speel je accordeon. Hoe is dat allemaal ontstaan? Ja, als fluitist voelde ik me op een gegeven moment toch wel te beperkt in de muziek. En dan heb je eigenlijk alleen maar een melodielijn te spelen. En ik dacht van, ik wil gewoon veel meer met die muziek, die wil ik meer uiten. Dat moet eruit. Ja. Dus maar toen kom je uit een muzikale familie? Want het is zo, je doet zo ontzettend veel dingen. Dan denk ik, dat moet er ergens vandaan komen. Ja. Mijn opa bijvoorbeeld is organist. Was organist in Maren. En die heeft zelf ook orgels mee helpen bouwen. Mijn andere, de vader van mijn grootmoeder, heeft een Sinterklaasliedje geschreven, bijvoorbeeld. Ik
Sinterklaas, ja, moet je dadelijk weer even vragen. Ik kan er nu even niet op. Sinterklaas is jarig. Ja, volgens mij, ja. Dankjewel, hij is jarig, ja. Nou, daar zijn heel veel andere teksten opgemaakt. Ja, inderdaad. Dus ik vond het wel grappig dat ik dat... ja, Sinterklaas is jarig. Dat het dat liedje was, ja. Ja. Dus ik kom uit een muzikaal gezin en dat werd bij mij thuis werd dat echt gestimuleerd. Ja. Ja. Dus hoe oud was je toen je fluit ging studeren? Toen was ik 10. En wat voor fluit ben je begonnen? Toen ik 9 was blokfluit en binnen een jaar had ik al die boekjes al doorgenomen. Dus toen was het zo van nou mag je een echt instrument gaan bespelen. En dat echte instrument dat was? Dat was voor mij de dwarsfluit. Ja. En daar ben je autodidact in? Ja, min of meer wel. Ja. Want dan komen we terug op het componeren. En dat is dan nu een thema van de Vrede van Breda geworden. Ja. Nou, wij gaan daar straks gaan we erop door, maar ik wil eerst, want dan gaan we toch even kijken om het de mensen in de herinnering te brengen, de Vrede van Breda getekend, maar een grote rol daarin heeft gespeeld onze zeeheld. Tussen aanhalingstekens heb ik het straks ook nog met jullie over. Michiel Adriaensz de Ruyter in de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog. We gaan even naar een filmpje kijken, zodat we een beeld krijgen van hoe dat was. Meneer de Ruyter, ik ben de man om onze vloot te leiden. Als opperbevelhebber? Je bent een van de meest ervaren mensen in onze vloot. De Engelsen zitten niet stil, meneer Ruyter. We moeten de vloot nu opbouwen. De Engelsen willen oorlog met ons voeren, omdat wij Nederlanders zijn. Vrije Nederlanders! Ja, niets gemist heb. Ik had alleen voorstel dat ik er niet bij was. Ik laat je toch niet meer in de steek. Het gaat om het landsbelang, Ruyter. Ga maar. Ik heb weinig zin om thuis te blijven als er straks geen thuis meer is. Strakke organisatie, dat is de sleutel. Binnen Eskader oproepen! Helder, heil die tankketten! Onze vloot heeft een Engelse flink pak slaag gegeven. De Ruyter lured you into a trap. Dus die de Ruyter is inderdaad zo goed als dat ze zeggen. Dat is een mooie overwinning voor Johan de Witt. Het gevaar komt van de prins gezin. Ja, maar de Engels definitief op de knieën dwingen. En de prins van Orange, William III. U kunt een beslissende rol spelen. U bent niet voor niets de neef van de Engelse koning. What would you think if I was to make you king of the Netherlands? You surely don't expect me to betray my country, do you? I expect you to do your duty by your family. Jij kunt het symbool van ons verzet zijn, Michiel. Mijn burgeroorlog om me geweten hebben. Juist nu moeten we laten zien dat we kunnen samenwerken. Dit is het moment om mijn slag te zien. Jij moet ze tegenhouden. Ik vind geen betere dan nu. Voor zo'n man wil je je leven nog een keer op het spel zetten? Voor een man die nog nooit heeft bedacht hoe het voor ons is en onze kinderen? Juist voor jou, juist voor de kinderen. Begrijp dat dan. Hij garandeert jullie veiligheid als ik weg ben. We moeten dit land met z'n allen weer opbouwen. Dit is onze belangrijkste troef, Michiel. Onze vrijheid alleen beschermen als ze ook willen vechten voor die van een ander. Ja, kom op! Nou, dat was me wel een oorlog, hè? Vertel er eens even iets over. Dit was er toch net Chatham? Dit was wat we nu hebben gezien. Ja, dit is een scène uit de film uit de natuurlijk. Film. Maar het tafereel wat zich op die... wat we op de film te zien hebben gekregen. Dat was een zeeslag hier voor de Nederlandse kust. Wat voor de Nederlandse kust? Het leuke wat je nu allemaal ziet, prachtige schepen. Ik zat op een schip, de Batavia. Dat is dat bedoel ik niet, hoe jullie dat in de film hebben gedaan. Maar in het echt, de zeeslag. Dat heeft zich op de Theems of op de Medway die slag plaatsgevonden. Want ik snap wel dat ze in zo'n film natuurlijk een locatie zoeken om dat na te die spelen. Nederlanders die hebben eerst flink een pak slaag gekregen van die Engelsen. En door de tactiek die gebruikt werd door Michiel de Ruyter, werd er verteld van nou we gaan in opdracht van de overheid varen we dus naar Engeland toe. We zeilen naar Engeland. Nu is het varen met een fregat en je bent er zeg maar binnen 8 uur.
Maar die jongens moesten daar op de goede wind. En dan naar die Engelsen. Toen kwamen ze bij de Theems aan en de Theems was afgesloten met een ketting, een stalen ketting. Ja. Nou, het verhaal is dat ze er doorheen gevaren zijn. Nou, daar geloof ik dus niks van. Want die boten zijn allemaal van hout en dat zijn zulke schakels. Die zijn gewoon zwaar, daar vaar je niet doorheen. Het meest logische, voor de hand liggende, is dat die ketting op houten pontons hebben gelegen. En dat ze die in de fik hebben gestoken, ja, dan zakt die ook vanzelf natuurlijk. Ja, nou ja, in ieder geval, Michiel is de Ruiter is heel beroemd geworden om, om die slag die hij gewonnen heeft. En nou ja, waar hij ook twee vlaggenschepen mee naar Nederland heeft genomen, heb ik begrepen. Het Charles II, dat is het vlaggenschip van Engeland. En na 2 jaar is de vrede getekend in Breda. En er waren ook nog andere landen bij betrokken, hè? Ja, dat weet jij misschien wat beter te vertellen. Ja, er waren de Denen, de Zweden waren de bemiddelaars, de Fransen, de Engelsen en de Nederlanders waren daarbij betrokken. En die vrede is getekend op het kasteel in Breda en bekrachtigd. En dat is aanleiding voor een groot herdenkingsjaar hier in Breda en in Engeland gevierd. Ja. Want waar gaat het mee beginnen? Of moet ik dat misschien? Want jullie hebben de Vrede van Breda, dat heb jij gecomponeerd, Desiree. En dan, dat is een opdracht. Of hebben jullie dat zelf verzonnen met je stichting, dat je dat ging doen? Ja, dat is eigenlijk wel zo gegroeid eigenlijk, hè? Ja. Daarom zijn we ook apentrots op ons bestuur van de stichting. Ja, want jullie doen dit samen met het Koninklijk Breda's Mannenkoor. Dat is er een onderdeel van geworden. Maar ik wil toch eerst wel even zeggen, wij zijn een stichting. Ik denk de enige stichting in Nederland. Ja, wat doen jullie eigenlijk? Ja, wat wij doen is... daar vroeg de notaris... Dit was een schot van Michiel de Ruiter. Ik zie hem er vooraan, hoor. Ik zie hem er vooraan. Maar het was wel een misser, laten we dat zeggen. Ja. Maar terug naar het werk wat Desiree en ik gedaan, want dat kunnen we niet meer alleen. Dus we hebben een pracht van het bestuur achter ons staan. Een secretariaat ingevuld door Mariette Ernst. Dan krijgen we 2 voorzitters, dames en heren. Wij hebben 2 voorzitters. Kijk, zitten daar achter, zitten ze. Ja. Geweldig, hè? Hans Stalboom en Maarten Saars. Ja. Dat zijn toch 2 prachtkerels. Dat zijn fantastisch. Ik heb al veel met ze te maken gehad. Met dat Breda's Mannenkoor heb ik al heel wat te stellen gehad. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar Geert, luister eens. Dan heb je zo'n ontzettend plan, maar dat moet uitgevoerd worden. En daar heb je heel veel geld voor nodig. Dus wat doe je dan? Ga je dan naar de gemeente Breda en zeg je van, wij willen dat op een heel passende manier willen jullie helpen? Want zijn ze er zelf mee bezig? Waren ze er al mee bezig, bijvoorbeeld? Nee, wij zijn 2 jaar geleden gestart. En voorzichtig gepeild eigenlijk van wie is er in Breda bezig? Dat je een beetje samenwerking zou kunnen vinden. Nou, dat is er dus niet. Ieder werkt voor zich. Toen kwam er in de krant te staan dat er 400.000 euro ter beschikking gesteld zou worden. Ja, uit alle hoeken en gaten kwamen mensen die zeiden, ik ga iets organiseren. Dus je krijgt een aanloop van. Maar we zijn met onze stichting en bestuur bezig om in goed overleg met de gemeente Breda geld voor elkaar te krijgen. Het kan niet zo zijn dat de burgemeester hier een goede rol in gaat spelen. Dat was ook de vraag in jouw vorige uitzending. Toen burgemeester De Pla hier was? Toen die hier was, ja. En toen heb jij hem een brief geschreven die ik hem overhandigd heb. Dat klopt. En heb je daar een reactie op gekregen? Wat denk je? Ja. Nee? Nee. Maar dat geeft niet, dan draai je het om. En dan zeg je tegen je bestuur, trek je harnas aan. In de stijl van Michiel de Ruiter gaan wij dus volgende week daar een overval doen naar de gemeente toe. Nee, alle gekheid. Wij gaan dat voorleggen. Er komen sowieso uit 5 landen ambassadeurs. Ja, die kan je dus zeg maar niet, kunnen wij met z'n tweeën wel ontvangen, maar het is toch dat je daar je burgemeester voor nodig hebt. We hebben de... Maar jullie gaan volgende week volgens mij ook met het Breda's Mannenkoor en het trio Bestevaar naar Engeland. Dat gaan we ook doen, ja. Nog een keer een klein oorlogje voeren. Ja. Ja, dat is wel leuk, hoor. Maar nog even over die burgemeester, want ik zag deze week in de Stem dat ze nu allerlei mensen vragen om nog een concept te maken, om evenementen te organiseren. Dus zij zijn er ook mee bezig. En jullie krijgen want hoe financieren jullie dat nu? Eigenlijk doen we nu ook een oproep naar een aantal grote Breda's bedrijven die
nu deze op dag, dit ogenblik op ben je... Op dit ogenblik, nou, ja, kijk maar even, kijk maar even in de camera daar. Ja, mensen, laat ons niet in de steek. En je krijgt waar voor je geld, zeker. En zeker als je deze twee heren van bestuur op je dak krijgt. Nou, wie wil er even iets over zeggen? Een van de heren van het Breda's Mannenkoor. Het begint uiteraard met Desiree, want sinds kort... Zij maar heeft... even staan, Maarten. Kan dat? Ja, nu kan het. Het aardige is dat, naar de vraag, want Geert en Desiree, we hebben elkaar ontmoet bij Ulvenaard Klassiek. En toen kwam de vraag naar voren of het Breda's Mannenkoor geïnteresseerd zou kunnen zijn om samen met een onderwerp Vrede van Breda op te willen treden, waarvoor dan Desiree muziek geschreven heeft. En Desiree heeft dat inmiddels gedaan. En de laatste maandag is voor het eerst zijn we met de partituren van de Vrede van Breda van Desiree begonnen met instuderen van dit concert. En iedereen was buitengewoon enthousiast. En dat is een eerste start naar zo'n groot concert dat gehouden wordt op 24 augustus, 's avonds in de Grote Kerk. Verder, die middag beginnen wij op de KMA. KMA faciliteert ons, dus een samenwerking over dit gebeuren, waar dan de ambassadeurs ontvangen worden en waar dan ook de Vrede van Breda nagebootst wordt door Jacob van Lennep, een toneelvereniging, u wel bekend hier in het Bredase. En zo begint het en dan gaan wij in stoet naar de Grote Kerk, maar via de villa's of de woningen, de huizen, waar maandenlang de diplomaten samengewerkt hebben om deze ratificatie van de Vrede van Breda klaar te krijgen. En er zijn een 4-5 huizen waar we dan zullen stoppen met de ambassadeurs. Er zal een kort historisch moment weergegeven worden wat er toen op die locatie heeft plaatsgehad. En dan gaan we gezamenlijk door naar het gemeentehuis. En dat is plan, maar dat is nog niet gehonoreerd door de gemeente, waar de burgemeester uiteindelijk ons zal moeten ontvangen. Dus de officiële delegatie. En daarna gaan we door naar de Grote Kerk, waar dan het concert zal plaatsvinden. Nou, tot zover even. Want nu willen we natuurlijk ook wel weten, en dan wil ik het straks graag hebben met jou, Desiree, over de muziek zelf en het componeren. Maar eerst gaan we luisteren naar de muziek van het trio Bestevaar, waar jij zelf in zit. En de muziek is dus speciaal voor Trio Bestevaar, heb jij gecomponeerd. Ja. En dat gaan jullie samen uitvoeren, het Trio Bestevaar en het Koninklijk Nederlands Mannenkoor in de Grote Kerk? Of zijn er nog meer koren bij betrokken? Ja, de Bredaarse Opera gaat ook meedoen. Dus die heeft ook een deel van de compositie. Er zijn 3 stukken geschreven voor het Bredaarse Mannenkoor en 3 stukken voor de Bredaarse Opera. En die worden ondersteund door een organist. Dus dat is een orgelbegeleiding. Er komt nog slagwerk bij en een trompet. En Trio Bestevaar zal er ook een gedeelte van het concert gaan invullen. En daarnaast hebben we nog 2 jonge muzici die mee gaan spelen. Dat is Rachel Seeloff, een pianist. Die heeft zijn eigen compositie geschreven, De Vrede. Hymne voor de Vrede. Ja. En we hebben nog een jonge organist die prachtige improvisaties kan geven op thema's. Dus die mogen ook meedoen aan het concert. Nou ja, ik ben ontzettend benieuwd. Jij speelt zelf accordeon en fluit of alleen accordeon nu? Nu, bij dit eerste nummer speel ik alleen accordeon. Dat is een stuk dat heet Vergoedingen. En dat gaat over het thema van zeg maar de eerste zorgverzekering, zou je kunnen zeggen. Is heel actueel. Ja, heel actueel inderdaad. In die tijd dat je aan een schip als matroos aan boord was, kreeg je een kwartje soldij. En dan was het vet verdienen per maand. En als je dan een hand kwijtraakte, je rechterhand, kreeg je meer dan voor je linkerhand. En dan kreeg je iets van 350 gulden voor het verlies van een hand. En dan had je dus een hele goede vergoeding. En heb jij je daardoor laten inspireren? Daar heb ik me laten door inspireren. Ik was op de site van Michiel de Ruiter, de stichting. En daar vond ik een heel mooi afschrift, een oud afschriftje van de vergoedingen die je kon krijgen bij het verlies van een bepaald ledemaat. En dat gaan wij nu bezingen. Nou, met de 2 Jeroenen. Ja. Een bariton, Jeroen Manders en Jeroen de Jong op de saxofoon. We gaan luisteren. Thank you.
het verlies van beide de ogen 1500 gulden. Voor het verlies van één oog 350. Voor het verlies van beide armen 1500 gulden. Voor het verlies van den rechterarm 450. Dank mannen en deze gereik. Ik vond het geweldig. Leuk, hè? Ja. Ik heb het aan boord gezien, hoor, tijdens de filmopname. Ja, 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 ja. Goed, deze gereik. Want het is... Want je denkt altijd bij een compositie van het zal heel ingewikkeld worden. En, maar dit is heel toepasselijk. Heel dat je je ook een voorstelling kunt maken hoe dat ging. Oké. Okay. En met die vergoedingen. En met, ja. Ja, en zij, de Jeroen, heel beeldend wordt dat ook. Ja, mooi is dat. Als het om één been gaat. Ja. Maar hoe gaat dat nou? Hoe krijg je nou zo'n idee en wat voor muziek je daar dan bij moet maken? Ja, bij dit stuk is het natuurlijk een beetje cynisch dat je een soort tango-idee en dan, ja... Ik had wel zoiets van, je bent ook wel blij dat je op een gegeven moment die vergoeding krijgt. Voorheen was er gewoon helemaal niks, dan werd je van boord geschoven. Want als jij je arm of je been kwijt was, dan was je voor de admiraliteit helemaal niks meer waard eigenlijk. Dan liep je in de weg. Tenminste, als je nog benen had. Ja. Ja, nou ja, dus eigenlijk was je voor het hele leven was je uitgeschakeld van je werkzame leven. Ja, en dan je kon dus echt overboord in die tijd. Wat was nou een mensenleven? Dus als die vergoedingen, die kwamen op een gegeven moment werden in het leven geroepen. Dus mensen waren daar toch wel blij mee dat daar een vergoeding tegenover stond. Vooral ook voor de achterban. Dus jij dacht, het moet toch een beetje vrolijke muziek worden. Precies, dus het is wel enigszins een cynisch iets. Maar ik vond dat wel wat hebben op deze manier. Nou, dat moet straks geweldig zijn in dat concert op 24 augustus. Daar moeten wij natuurlijk allemaal naartoe. Dat zou heel mooi zijn. Als je dat met en de opera en het Koninklijk Nederlands Mannenkoor, dat Koninklijk Breda's, dat altijd dat moet. Ja. Het trio Bestevaart, dat zal ongelooflijk een enorm evenement worden. Dank je. Ja. We gaan dat nu dus nog niet doen, maar je hebt natuurlijk nog veel meer gedaan, hè, dan deze vrede van Breda. Dat wordt dus gevierd 24 augustus hier op het
In de Grote Kerk. In de Grote Kerk. Ja. En daar zijn dan ook al die ambassadeurs al bij. Maar jullie gaan ook dat in Engeland doen. Waar gaan jullie eigenlijk naartoe? Nou, misschien is dat wel leuk om dat ook weer aan de mannen te geven. Ja, ja. Die zijn er al geweest. Ik vraag jou dan, Maarten, dan kan jij misschien, dan hoef ik niet zo achterom te kijken, dat jij daar even gaat staan. Ja. Ik ben met Berend, onze muziekchef, zijn wij naar Engeland getogen en hebben daar contact gelegd met de Historic Dockyard in Chatham. Wat eigenlijk het centrum is van deze viering, van de Dutch Week, wat speciaal voor dit 350-jarig gebeuren, opgezet wordt. Ja, maar wiens initiatief is? Want die Engelsen die zijn helemaal niet zo blij geweest met die slag, want die hebben verloren. Door een samenwerking die wij hebben als stichting met Frits de Ruiter de Wild, een nazaat van Michiel de Ruiter, zijn we op het idee gekomen. Hoeveelst wel niet, want dat twaalfde. Moet er. Twaalfde. Zijn wij in contact gekomen ook met het Rijksmuseum, die dat vanuit Nederland coördineert naar Engeland. Dat is een vrij groots gebeuren, een Dutch Week, dat zal plaats hebben vanaf, ik dacht, de 8e juni tot aan de 16e juni. En in die week treden allerlei mariniers op vanuit Nederland, zeilers vanuit Nederland reizen daarheen. Dus echt een groots gebeuren. Wij zijn gevraagd geworden, en nu spreek ik als Breda's Mannenkoor, om een concert te geven in de Rochester Cathedral. Speciaal bij de inauguratie van de nieuwe burgemeester van de nieuwe gemeente Medway. En dat is echt heel, heel bijzonder, waarbij beide koninklijke huizen vertegenwoordigd zullen zijn. En daar zal het Breda's Mannenkoor optreden, dat ligt al vast. En dan de rest van die week wordt door ons ingevuld via allerlei optredens, met name in dat Historic Dockyard, wat een vrij groot land is, een museum, een openluchtmuseum, waar boten zichtbaar zijn vanuit de historie, maar waar ook allerlei activiteiten, daar kon een boot volledig vanaf het begin naar het einde opgebouwd worden. Dus er werden zeilen gemaakt, touwen werden daar gemaakt, alles daar ter plekke. En dus nu alles nog zichtbaar. Dat is een heel bijzondere locatie. En dat is ongeveer, ik weet dus niet hoe groot het terrein is, maar ik denk het zijn een 20-tal hectare, zo groot is het. Waar je echt de historie van de scheepvaart kunt nagaan. En wij gaan daar diverse concerten geven. En flashmobs met onderdelen van het koor. En dat gaan jullie samen met het Trio Bestevaar? Het Trio Bestevaar is daar vermeld geworden. Er wordt een inpassing nog gedaan. Het trio is natuurlijk wat makkelijker in te passen als een koor van 80 man. Ja. Want dat moet ergens formeler opgezet worden. En het trio is uiteraard vernoemd geworden tijdens de discussies die daar ter plekke waren, met de gemeente, met de pers, met verantwoordelijken van dat museum en diverse vertegenwoordigers uit die omgeving. En we zijn dat nu bij het Breda's Mannenkoor aan het uitwerken. Dat loopt eigenlijk al wat langer. Maar jullie hebben natuurlijk een groter doel daarmee, om daar op te treden. Wat representeren jullie wij daar? Wij representeren uiteraard Breda. Ja. Omdat de vrede van Breda, dat is ons thema, daar zal het eerder zijn, de memorie, het moment van de slag van Chatham. En dat is natuurlijk een andere insteek, maar het is natuurlijk schitterend als wij vanuit Breda, waar dan uiteindelijk de vrede getekend is, als vertegenwoordiging optreden. We zijn daar met de Bredaanse gemeente over in discussie. Dat is nog niet lekker op gang aan het komen. Maar ja, we zijn met de gemeente, ja, subsidies worden op het ogenblik nog niet verleend. Maar we zijn in discussie. We hebben dus een uitnodiging wel gekregen, maar dat geldt ook voor de stichting. Om toch tot een discussie te komen met de verantwoordelijken daar. Het is een beetje lastig om vast te stellen wie daar verantwoordelijk is. Wie uiteindelijk daar de beslissingen neemt. Maar we hebben goede contacten met Paul de Pla, de burgemeester, met Marjan de Bie, en ga zo maar door. En dat moet op diverse fronten aangepakt worden. Maar het loopt nog niet helemaal zoals wij eigenlijk verwacht hadden, als je kijkt naar de opzet, waar jullie nu eigenlijk ook getuigen van zijn. Ja, maar jullie willen Breda dus eigenlijk internationaal op de kaart zetten. Absoluut, en dat is ook een groots moment geweest, 350 jaar geleden. Breda stond echt in de wereld op de kaart.
In die tijd hebben wij Suriname toebedeeld gekregen tijdens deze discussies. Nou ja, en New York moeten Manhattan is, ja. hebben wij af moeten staan aan de Engelsen, weet je. Ja, dan kom ik nog even moment. Op iets anders, Maarten. Misschien moet de geschiedenis toch nu in deze tijd een beetje herschreven worden. Want toen is natuurlijk, Michiel vervoerde natuurlijk op die floten slaven. Die slavenhandel en... hij wordt natuurlijk als een held afgeschreven, maar ik ben heel benieuwd naar de discussie, hoe mensen er nu tegenaan kijken. En omdat zoveel mensen zich politiek gaan roeren en zeggen dat wij ons koloniale verleden gewoon helemaal aan het vergeten zijn. Of zeg jij, dat is onzin, dat was toen en nu... Is het anders? Ik denk dat, zoals je dat nu ook zegt, dat laatste deel, daar ben ik het helemaal mee eens. Je kunt het niet meer vertalen van toen naar deze tijd. Deze tijd zou dat absoluut niet meer gebeuren. Nee, in die tijd is het gebeurd en er is geld mee gemoeid geweest enzovoort. Daar ben ik het wel echt met je eens. Ja, nou, nog één vraag. Zou je vinden dat als we, zoals we onze kinderen lesgeven, want ik die toch naar Chatham en die kettingen, dat heb ik gewoon ontzettend onthouden. Van die Tweede Engelse Oorlog. Dat werd toch heel spannend verteld. Maar je had geen idee wat er gebeurde. Nee. Ik bedoel, slavenschepen, het zal misschien wel genoemd worden. Maar ik weet niet eens of... In ieder geval, het was compleet nieuw voor mij. Nu ik het slavenschepen... Maar je maakte je daar geen voorstelling. Ik kan ook niet direct de verbinding leggen met Michiel de Ruiter... met zijn militaire armee en slavenschepen, dat kan ik niet zo direct leggen. Dus er zal ongetwijfeld met de armee van Nederland en met de scheepvaart vanuit Nederland, denk aan de Oost-Indische Compagnie. Nee, maar dit van Michiel de Ruiter, dat zit ik niet hier te plekken te verzinnen. Nee, maar goed. Maar waren twee verschillende tijden. Maar ik vind het wel heel aardig om wat negatieve aspecten van gebeuren zo naar voren te brengen en dat te transfereren naar de huidige tijd en daar de opinie over te hebben. Het neemt niet weg dus dat daar een belangrijk moment is geweest, dat is die zeeslag. Ja. En die moet eigenlijk, wat ons betreft, gememoreerd worden. En dat is het beeld waar wij ons ook mee bezighouden. Dat zou natuurlijk schitterend zijn als een treurig stukje compositie vanuit deze reen nog over de slaveren. Maar dat heeft niets met deze vrede. Dat komt veel later, gaat ze dan nog eens. Zeker later, want het is een inspirerend iets. Nee, en internationaal was iedereen met die vrede van Breda bezig. Dus het is, we stonden toen ook in die tijd, even waren we in de internationale pers. Maar we hebben wel eens hadden we aandacht. Als je met de gemeente praat, met alle respect voor de ambtenaren, dat er relatief weinig mensen zijn die oorspronkelijk vanuit Breda komen en die ook niet het gevoel hebben, zoals originele Bredanaars, zoals er velen hier zijn, die dat beter kunnen beoordelen. Je mag trots zijn op een stad als Breda, dat dit damals heeft, in dat tijd damals, het is een beetje een, maar in dat tijd heeft plaats gehad. En dat is echt een groot moment. Daar mag je fier op zijn. En toen had Breda nog maar 4000 inwoners, hè? Ja. In die tijd. Ja. Ja, ongelooflijk. Het is echt een uniek moment. Maarten, we gaan weer even naar het trio Bestevaart luisteren. Wat gaan jullie nu spelen? We gaan nu een stuk uitvoeren, dat heet The Dutch in the Medley. Dat gaat dus over de Nederlanders die de slag in de Medway doen. En dat is gebaseerd op een gedicht van Rudyard Kipling. En Kipling die was nogal cynisch naar zijn eigen volk. En, die reisde ook heel veel, hè? Ja, dat is een reislustig man. De maker van de Mowgli-boeken. Ja. En ik heb een mooie tekst gevonden, een mooi gedicht van hem gevonden. En dat heb ik weer getoonzet voor het trio Bestevaart. En waar gaat dat gedicht over? Over als je de eerste vier regels, die kan Jeroen Manders prima uit zijn hoofd zeggen. Die zijn al lekker cynisch, dat zet al een beetje de toon voor het hele muziekstuk. If wars were won by feasting and victory by song, or safety found in sleeping sound, how England would be strong. Dus als we konden winnen door te feesten en door liedjes te zingen, nou dan zou Engeland een heel sterk land zijn. Jullie zijn aan het zingen en liedjes aan het doen, maar wij arme zeemannen hier, wij zitten hier met veel te weinig middelen en veel te weinig eten.
En onze vloot is zwak vergeleken bij de Nederlandse vloot. En dat weten de Nederlanders. Hadden ze te veel oorlog gevoerd? Ze werden gewoon verwaarloosd. De Karel de Tweede was daar aan de macht toen in Engeland, hè? Ja, ik geloof het wel. Die gaven blijkbaar geld uit aan hele andere dingen. Revel en merriment. Ja, dat doen we graag allemaal natuurlijk, hè? Wars were won by feasting, or victory by song, or safety found in sleeping sound, how England would be strong. But honor and dominion I neither wore or shot, are only found in sleep and shot. And this the Dutchmen know. The monies that should feed us you spend on your delight. How can you then have sailor men to aid you in your fight? Our ships and fleet are rotten, which makes the scurvy grow. We cannot serve you if we starve. En this the Dutchmen know. En this the Dutchmen know. En this the Dutchmen know. Our ships in every harbor be neither whole nor sound, and if we seek to mend the leak, no oaken can be found. Or if it is the caulkers and carpenters also, for lack of pay have gone away, and this the Dutchmen know. Their price was spent in merriment and revel at Whitehall, while we in tattered doublets from ship to ship must row, beseeching friends for odds and ends, and this the Dutchmen know. No king will heed our warnings, no court will pay our claims. Our king and court for their disport do sell the very Thames. For now the Ruyter's topsails off naked Chatham show. We cannot meet him with our fleet, and this the Dutchmen know. And this the Dutchmen know. And this the Dutchmen know. Bravo! Jeroenen, mag ik jullie nog even iets vragen? In welk koor zitten jullie? Wat doen jullie in het dagelijks leven? Toch wel iets met deze muziek, hè? Ik ben gewoon zanger. Ik zing af en toe bij de Nederlandse Opera als freelancer in het koor. Ik heb verder ook andere eigen groepjes. En pas sinds oktober of zo zijn wij het trio Bestevaar in deze samenstelling. Ja. Hoe kwam je aan zulke Jeroenen? Ja, zulke Jeroenen, ja. Via, via, via. Ja.
En Jeroen de Jong, die ken ik al vanuit mijn jeugdtijd, want wij zaten op dezelfde muziekschool in Etten-Leur. Hè? Nou, is dat hè? Niet leuk? Ja. Ja. Geweldig. Goh, en als je dit dan met dat koninklijk Nederlands mannen... Ach, Nederlands, Breda's mannenkoor. Ja, maar jullie kunnen overal terecht. Koninklijk Breda's mannenkoor. Want die hadden gevraagd aan mij of ze met het promokoor mochten optreden met jullie. Maar ja, dan kan het niet in deze zaal. Dus, en dan zouden we hadden moeten wijken naar de zaal hiernaast, de kroonzaal. Maar die was helaas bezet. Maar jullie vergoeden... heel veel. Dank je. Ja. Ja. God, Desiree, dus dit ben je aan het doen. Hoe lang heb je erover gedaan om... want de compositie, dit zijn nu twee nummers die we gehoord hebben... maar dit is wel uit het concert wat jullie in de Grote Kerk gaan doen, hè? Dit ja, ook. Ja, 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 ja. Maar er zijn zeven delen, geloof ik. Ja, voor het Breda's Mannenkoor en het Breda's Opera zijn het zeven delen. En de eerste drie delen die voor de Breda's Mannenkoor zijn geschreven... die zijn voornamelijk ook gericht eigenlijk op Engeland. Het eerste stuk gaat bijvoorbeeld over de lijst der veroverde en verbrande schepen. Dus er zit bijvoorbeeld ook de Charles Two zit daar tussen. De boot, onze triomfboot, zeg maar, die we mee hebben genomen vanuit Engeland. Het schild van de achterkant is nog steeds in het Rijksmuseum. Het tweede stuk is tentoonleggen. Dat gaat over de schepen, de Jonathan en de Charles Two, die dus in Hellevoetsluis hebben tentoongelegen. En waar iedereen naar kon kijken, van kijk eens wat wij veroverd hebben op de Engelsen. En... Het derde gaat over, een onderdeeltje is de vrede van Breda. En een stukje dat heet dat men somwijlen veel moet wagen om veel te winnen. Dus dat je soms echt dingen moet, echt moet doorpakken om gewoon resultaten te kunnen krijgen. En welke delen hebben jullie nu gezongen? Die delen die ik nu beschrijf, die zijn echt voor het Breda's Mannenkoor geschreven. Dus dat zijn weer hele nieuwe stukken, Jeannette. Oh, dus wij beleven hier eigenlijk een primeur. Nou, niet echt. Dat beleven we eigenlijk 24 augustus in de Grote Kerk. Ja, maar dat je het hier al gezongen hebt. Ja, precies. Ja, inderdaad. Je moet het niet zo letterlijk. Ja, inderdaad. Nemen. Het was wel een enorm feest, hè, die vrede van Breda. Want ik zag daar nog een paar foto's van. Zelfs een olifant naar Breda gehaald. Ja, dat klopt. Hoe zat dat precies? Waarschijnlijk is dat een houten olifant geweest. Die zat vol met wijn. Dus het publiek kon daar naartoe. En ja, daar zijn de Breda's natuurlijk nog steeds goed in. Ja, maar toen waren er maar 4000 mensen, dus dat kon ook makkelijker. Ja, maar zo'n olifant gaat veel in, hoor. Behalve het concert, hebben jullie enig idee... En de burgemeester, gaat die ook mee naar Engeland? Nou, dat was de uitzending. Nu, ja, ik ben tot aan de straat met hem meegelopen. En hij heeft twee keer gezegd van, ik wil wel mee. Maar, en dan krijg ik bij zo'n burgemeester... die moet dat ook weer vragen aan een stichting die daar binnen zijn kabinet zit, of die weg mag. Want het burgemeester zijn is echt niet zo makkelijk, hoor. Ik ga makkelijker weg dan hij. God, nou, ik en vind... ons bestuur ook. Ja. Maar met zo'n nationale gebeurtenis... Wat in hij zijn... hoort daarbij te zijn. Ik vind dat hij daarbij hoort te zijn. Nou, dus gaan jullie je best nog maar eens... Hij krijgt een delegatie op zijn dak. Nou, dat is echt ongelooflijk. Ja. Ja, ja. Maar er werd wel een oproep in de krant gedaan... om nog allerlei concepten te bedenken. En één was er, las ik gisteren, dat hij een concept van een bakstoel doen... met de Bredaanse bevolking. Je kunt dus in een koffiezaak een fouché kopen voor een kopje koffie. En dat mag je dan aan een dakloze geven of aan de... dat weten jullie nog niet, nee. Want jullie zitten voor ook zo verbaasd te kijken. Ja. En aan de voedselbank bijvoorbeeld. Okay. En zo dan kan iedereen een kopje koffie met elkaar drinken. Leuk idee. Om de saamhorigheid te bevorderen onder de Bredaanse burgers. Wat ik nou eigenlijk ontzettend graag nog even wil zien. Want die film, Michiel de Ruiter, hè, is die nou...
ook voor deze herdenking gemaakt? Of staat dat helemaal los van elkaar? Staat er helemaal los van. En eigenlijk door in die film mee te spelen ben ik in contact gekomen met Frits de Ruiter de Wild, 12e generatie nageslacht. Op zich heel erg leuk. Je hebt daar wat artiesten leren kennen, wat acteurs leren kennen. Die ook weer mee zijn gekomen naar Breda, naar concerten. Nou, laten we even naar een paar foto's jou in de rol van opperschipper. Opperschipper. Laten we eens even kijken. Er zijn dus twee mannen, hè, als je het goed ziet. Hè? Oh, dat zei, ik moet even mijn bril opzetten. Ja, nou, dit is duidelijk. Dat is iets van de Krieken. Die had een rol, die moest de mond vol met peperkoek en wat andere vieze drank. En die moest dan als landheerschap, ging hij mee aan boord bij Michiel de Ruiter. En zijn rol was overgeven. Dus ik ben langer in de film te zien dan een professionele acteur. Hij was de aankondiging. Oh, daar. Kijk, dat was mijn werkplek. Was dat ook niet het lied, Michiel? Hij draaide aan het grote wiel. Mm-hmm. Maar hij draaide toen aan een wiel waar ze dus touw mee sponnen. Of touwslagerij, zo moet ik het zeggen. Oh, maar dat deed hij voor, dus dat hij op het schip als kleine jongen, ja. Als kleine jongen draaide hij aan het grote wiel. Oh, ja. Ik zag nu een wiel. Kan je dat zingen nog, Desiree? Hoe was het liedje ook alweer? In een blauw geruit wiel. Oh ja, draaide hij aan het grote wiel. De Hansse dag. Ja. In een blauw geruite kiel draaide hij aan het grote wiel. De ganse dag. Zoiets, hè? Michiel de Ruiter, dat mag je toen nog niet met elkaar in... Nou, daar staat dan onze grote vriend. Wat ook leuk is, zo'n Frank Lammers. Nou, je ziet hem dan op televisie bij de Jumbo-reclame. Maar het is een gigantisch leuke vent om mee samen te werken. Het is echt ongelooflijk dat ze de hele dag lachen. Want je moet niet vergeten, we beginnen 6:30 met de opnames. En je bent s'avonds 22:30 ben je pas klaar en dan 3 weken aan een stuk. Dus je moet wel met elkaar heel veel lol maken. Ja, natuurlijk. En wat dan ook wel leuk is, je hebt net de film gezien. Ik zat dan op de Batavia, dat was het schip van Michiel de Ruiter. Die heeft geen meter gevaren, dat schip kon niet eens varen. En dan zie je zo'n film. Ja, nee, maar dat is ongelooflijk. Nou, ik heb alleen maar 3 keer een rolletje in goede tijden, slechte tijden. Dus ik kan niet zo opschrijven. Als jij over... Ik heb een middag voor dood op straat moeten liggen. Hoefde ik dus best niks, wel moeilijk, denk ik. Te zeggen. Heel moeilijk. Gewoon rustig blijven liggen. Ja. En dit? Wie zijn dit? Dat ben jij met? Ja, dat is een van de mensen aan boord. Je moet je voorstellen, er waren per dag 1500 figuranten. En dan 120 edelfiguranten, waar ik dan onder val. En in zijn totaliteit waren er 5000 man. Dus je zag iedere dag eigenlijk andere mensen en een andere rollen. Dus als je 's morgens daar meldde, dan werd je gelijk uit je kleren geholpen en gelijk de kleren aangetrokken voor die dag. En dan werd er door een historicus verteld hoe dat die dag 350 jaar geleden eruit zag. Dus je werd helemaal gebrainstormd wat er die dag ging gebeuren. En het leuke is dat er zoveel explosies aan boord waren, terwijl dat een museumstuk is. Dan denk je bij jezelf, oh jee, dat schip zag eruit. Hoe krijg je dat ooit van zijn leven weer schoon? Want die Engelsen die schoten dan met zulke, gietijzeren kogels. En dan was de bedoeling om op het houten dek te schieten. En dat versplinterde en door de splinters werd je gedood namelijk. Een soort fragmentatiebom was het. En dat was heel gevaarlijk en... heel veel mensen die verwondingen hadden. En dat zie je in de film, zie je ook echt gebeuren. Hoe lang hebben die opnames totaal geduurd? Voor de hele film? Ik dacht iets van 6 maanden. 6 maanden? 6 maanden, en ja. En hoe vaak moesten jullie er zijn? Ik ben er 3 weken aan een stuk geweest. En jij? Ik ben 1 dag. Om in de sfeer te komen. Ja, toen hadden ze alleen maar een man nodig. Dus die dag ben ik daar geweest. Ja. En er sneuvelde zoveel, dus ja... Die zag je niet meer terug. En waar werd het precies opgenomen? Want waar logeerde je dan? Nee, ik ging s'avonds terug weer naar huis. Op het Veluwemeer. Het Veluwemeer? Ja. Nou, dat zou je toch maar niet... Maar dat is nou leuk. Heb je volop oorlog, zit je met die grote schepen. En dan komt er een Duits plezierjachtje, komt dan eens kijken wat er aan de hand is. En dan hadden we van die commando's, die gingen dan met die snelle boten naartoe. Want
opgesodemieterd. Ja, dat was best wel grappig allemaal. Hè. Wat er fout ging, en dan kwam er weer een KLM'er over. Werd dat er ook weer, moest je stoppen? Ja, nee, dan moet alles dus opnieuw. Wat ook nog leuk was, op een gegeven moment sta ik aan dat roer en mijn taak was dat roer vast te blijven houden. Ja. Dus af en toe zie je ze bukken. Maar ja, voor zo'n kanonskogel die eraan komt, die zie je echt niet aankomen hoor. En toen was er een maatje naast me, daar werd zijn been afgeschoten. Maar dat was een figurant, die miste al een been. En die miste zijn rechterbeen, dus die werd daar weggelegd. En dan komen ze met een ander been aan, dat is een soort plastic-achtig been, want het lijkt sprekend echt, maar dat was het verkeerde been. Nou, dan krijg je allerlei specialisten die vouwen dat dan zo, dat het er toch onder past. En dan zie je ze met een zaag. Ja, dat is toch geweldig. En die man die kermt, joh, dat is geweldig. Er werd er al prop in zijn mond gestopt. En op een gegeven moment, als hij niet meer kon lopen, dan ging hij overboord. Ja. Ja, was er weer ruimte. En hoeveel zinnen mocht je zeggen? Ik heb totaal niks mogen zeggen. Ah. Dat is voorgelegd voor, ik geloof, 5 of 6 man. En wat maakte jou dan een edelfigurant? Ja, dat je naast de hoofdrolspeler mag staan, denk ik. Ja, nou... Nee, maar ik denk, ik moet daar tussen staan. Ja. Het is voor mij zo belangrijk om al te zeggen van... joh, we hebben een prachtig concert en het gaat over Michiel de Ruiter. Het gaat over de VOC. Ik weet daar een hoop van. Ik heb in de film meegespeeld. Dus eigenlijk gebruik ik het als een opstap naar andere mogelijkheden. Naar het acteurschap. Ja, ja, ja. 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 Want ja, nog, we hebben nog maar heel weinig tijd. Nee, dan wil ik toch nog... Ja, we kunnen hier de hele middag over praten. Dan doen we dat toch? Nee, dat gaan we helemaal niet doen. Ik wil nog even luisteren naar hoe jij het klinkt als jij jouw muziek met een gemengd koor uitvoert. En daar heb ik ik had graag iets uit de Vrede van Breda gekozen, maar dat duurde veel te lang. Mm-hmm. En dan moet je daar weer in gaan knippen. Maar ik heb iets van de Saint-Michel. De Mont Saint-Michel. Vertel daar even iets. De berg. Ja, vertel even in het kort de Mont Saint-Michel, de berg in tegen Frankrijk aan, bij de kust van Normandië. Daar ben ik een aantal jaar geleden geweest. Het heeft op mij een hele mooie indruk gemaakt. Een hele spirituele toestand is daar. Maar er is daar ook onderaan die berg is al dat toerisme. Dat contrast van dat toerisme versus dat hele spirituele stilte, heilige. Dat intrigeert mij heel erg. Ik heb hele mooie haiku's gevonden van Roemeense dichters. En daar heb ik een 5-delige compositie op geschreven. En de compilatie, ik heb daar een compilatie van gemaakt, die staat op YouTube. En volgens mij wil je die laten zien. Ja, okay. Dat vind ik mooi, omdat we dat even kunnen zien, hoe het klinkt. Dank je, ja. Thank you.
Mooi, Desiree. En hier meteen zijn we aan het eind van de uitzending gekomen, helaas. Jan, wat ontzettend leuk om jullie te hebben. Dank je wel. Ik ga het programma afkondigen. Tot zover deze aflevering van Meis op Zondag. Op zondag 12 februari ben ik er weer. En dan met meester Emily van Empel, deken van de Orde van Advocaten in Breda, die in maart afscheid gaat nemen. Tot zover deze aflevering. Ik wens u allen nog een fijne zondag en tot dan. Dag. Dankjewel, Jeanette.